Hoofdkapitein Fedris op beleefdheidsbezoek bij minister Erro. Hoofdkapitein Hendrik Fedris van het Lango-gebied langs de Grand Rio in Boven Suriname heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van regionale ontwikkeling, Edgar Dikan. Bij de ontmoeting op dinsdag 30 april 2019 op het hoofdkantoor van het ministerie hebben de traditionele gezagsdrager en de bewindsman een luchtig gesprek gevoerd over de ontwikkelingen betreffende het Lango-gebied. Kapitein Fedris, zijn residentie, ligt op Stonoko en hij voert het gezag over 7 dorpen. Fedris heeft onder meer duidelijkheid gevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de grote achterstand in de uitbetaling van de vergoeding van dignitarissen. De overheid heeft een achterstand van een aantal maanden in de uitbetaling van bepaalde kapiteins en bashas. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.